Het dorpsbestuur van het inheemse dorp Pikingsaron gaat door tussenkomst van de kredietcoöperatie De Schakel leningen verstrekken aan de dorpsbewoners. Het fonds van het dorp is namelijk bij De Schakel belegd. Volgens het DNA-lid Jennifer Vreedzaam is het initiatief genomen om via dit fonds een lening aan de dorpsbewoners te geven. Er is een leenovereenkomst tussen het dorpsbestuur en de bewoners voor financiering van de schoolgaande kinderen. Vreedzaam juicht dit initiatief toe, omdat vanwege de financieel-economische situatie de financiën niet altijd beschikbaar zijn. Maar de inkomsten van het dorp wordt belegd in een fonds. En nu is het, zien we dat het heel goed uitkomt om dan samen met de gemeenschap, de stakeholders van de gemeenschap, de ondernemers, de ouders, de mensen in het dorp, dat zij dan kunnen gebruik maken van het fonds via een lening om dan hun zaken te doen. Dit is een pilotproject, de financiering van de schoolgaande kinderen. Dit is een pilot om te kijken hoe het leengedrag is van de mensen. Wij gaan na 6 maanden evalueren en dan kijken hoe we dan samen met de samenleving, met de gemeenschap Pikingsaron, dan nagaan hoe wij de werkwijze kunnen verbeteren. De fouten die zijn gemaakt rechttrekken, zodat het fonds kan gaan functioneren als een revolverend fonds. Dus dat is zo'n beetje de zaken dat hier nu gebeurt, dat de mensen vandaag hun lening kunnen halen. Alle werkzaamheden, alle zaken zijn nu verwerkt door de bank. De gemeenschap heeft zijn huiswerk gedaan. Vandaag is de grote dag dat de mensen zijn gekomen om de lening te halen. Vreedzaam vindt het belangrijk dat er een stap wordt gemaakt om te gaan naar wetgeving op dit stuk. Zij doelt op de wetgeving die gekoppeld moet worden aan de bestuursrechten die aan de dorpen moeten worden toegekend. Dit is namelijk belangrijk voor de inkomsten van de dorpen en het op gang brengen van de economie. Volgens Vreedzaam hebben de bewoners een bepaald leningsmodel met het dorpsbestuur besproken. Aan de hand van hoeveel kinderen elk gezin heeft, om dan een bedrag te bepalen. Het bedrag is niet bepaald door de bank, maar door de mensen zelf. En men is begonnen bij 500 SRD per kind. Dus de middelbare schoolstudenten, de MULO school, VOS-studenten, die is dan ietsje meer. Dus op basis daarvan is dan berekend geworden hoeveel een ouder kan krijgen voor zo'n lening. En de terugbetaling is binnen een jaar. De mensen werken. U weet, vele van deze mensen zijn landbouwers en vissers. En uit die inkomsten kunnen ze dan komen om de lening terug te betalen. Zoals ik heb gezegd, we gaan na 6 maanden evalueren. En na te gaan hoe de zaken zijn geweest. Wie terug heeft betaald en wat het leengedrag is van de mensen. Zodat we verder kunnen gaan om de werkwijze te verfijnen en het tot een heel goed fonds te maken. En ik hoop dat andere dorpen dit ook zullen meenemen. Er zijn andere dorpen die ook nu al bezig zijn met hun fonds. Maar Pikingsaron heeft het durf genomen om te beginnen. En wij zullen met vallen en opstaan zullen we het fonds dan verbeteren, reguleren met procedure en regels. DNA-lid Jennifer Vreedzaam, zij sprak over de leningsovereenkomst tussen het dorpsbestuur en bewoners van Pikingsaron, die vandaag via de kredietcoöperatie De Schakel in werking is getreden.